mensen, dit is Silent the Sons hier. Jullie horen het goed, ik praat Nederlands. Ik heb besloten om ook maar Nederlandse commentaar te doen. Trek toch meer kijkers en dat praat toch wat makkelijker. Ik blijf ook Engelse commentaar doen, maar ook Nederlands nu dus. Dat doe ik er nu bij. En ik wilde eventjes een server toe doen van Calgoncraft. Een server waar ik nu net een paar dagen op zit, iets van 3 dagen denk ik nu. En daar ben ik nu admin, dus gaat wel lekker. Zijn we nu eigenlijk zijn we die server gewoon aan het opbouwen nu. Zien, laat ik eens beginnen met de storyline. En we zien, het is dit is gewoon spawn, maar het is hoe heet het? Eerst lees ik het wel eens gewoon voor. Welkom in Igamur, een van de dorpen in Kerget. Igamur heeft de grootste haven en bestaat al meerdere eeuwen. Of de grootste haven van de server en bestaat al meerdere eeuwen. Veel is er niet veranderd sinds Igamur bestaat. Het dorp is dan ook niet erg groot. In Igamur willen vrijwel alle bewoners met je ruilen. Dus als je iets wil ruilen, kun je het best naar Igamur gaan. In Kerget zijn meerdere dorpen en nederzettingen. Ook zijn er verschillende mijnen en dergelijke in de buurt. Deze zijn niet meer in gebruik, maar zeker het kijken waard. De bewoners van de plaatsen en nederzettingen in Kerget zijn erg gesteld op hun privacy. Je mag hier wel komen, maar ze willen niet dat de natuur rond hun dorp of nederzetting wordt veranderd. De bewoners zullen veranderingen dan ook terugbrengen tot hoe het was. Verder leggen de hogeren dan ook straffen op tegen je. Nou ja, dat is de storyline. Ik bouw vrijwel alles dus. Zij doen de... Oh, er zijn meerdere, maar die doen... Hoe heet het? Die doen de plugins en dergelijke. Ik probeer de storyline zoveel mogelijk in te houden. We zien. Er zijn nu allemaal spelers bij op die bordjes. Heb je rangen. We hebben de owner, nou het is Calgonballetje, het is Calgoncraft is het ook. Admin, nou dat ben ik dus, Silent the Sons. Mijn naam past er niet eens op. Beetje slecht. Nou die Heines, nou al die nummers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nick Leo 1, 2, 3. En dan heb je moderators, die ken ik alle drie niet. Ik weet niet sinds wanneer die erop staan, sinds vandaag of zo denk ik. Heb je proefmoderator, VIP. Nou je hebt... dat zijn de bovengenoemde ranks dus. Die kun je krijgen door erg goed gedrag of als je geld doneert. De volgende ranks zijn makkelijk te krijgen. Door vaak online te zijn bijvoorbeeld. Nou ja, builder, die krijg je na 30 dagen online te zijn. En gast, dat krijg je gewoon daarvoor dus. Zie, ik heb daar net dus een bordje weggeslagen, dus dat kan ik straks weer fixen. Beetje balen, maar ja. Iets het saaie deel. Ik zal zo meteen even het huis laten zien, want we hebben al best wat op zich. We zien, nou ja, de regels, respecteer iedereen, je schelden, niet zeuren om hogere rang. En dan krijg je waarschuwing. Na 3 waarschuwingen heb je een ban. Vliegen met game mode, met creative, anders instant ban. Geen TNT, want als we dat wel zien, dan krijg je gewoon een ban. Geen reclame maken, tenzij je een admin het goedkeurt. Als ik reclame hier zou willen maken voor mijn YouTube channel, dan zou dat wel mogen op zich. Maar je moet het wel vragen. En na 1 keer vragen... hebben we dus geen zin dat dit blijft vragen. Niet te lang AFK, anders heb je autokick. Maar dat heeft verder geen gevolg. Het is gewoon een... Dat boeit verder niet. Dit is gewoon een dak. Best wel lastig om te maken trouwens, dit dak. Heel rare symmetrie. Wat je zag, is het dus een havenstad. En hier vliegt Nick Leo. Je ziet. Dit is de spawn. Of het spawngebouw. Het is gewoon een klein havendorpje dus. Even zien, beginnen. Ik begin wel even met de boot. Die is nog niet af, zoals je ziet dat zeil moet nog. Ja, gewoon een schip. Ik laat gewoon wat zien. Ik laat niet te veel zien, want ik wil ook nog... Ik wil wel dat de mensen komen om het echt te zien natuurlijk. Even zien. De boot, hij is helemaal ingericht. Kan wel zien gaan. Kisten en dergelijke. Hier zijn allemaal bedden. Kisten erboven. Dat is op neer. Let's move on. Even kijken. Van een pad. Hiermee zijn we eigenlijk begonnen. Dit pad. Het lampje is eraan. Ja, ik heb er net nog een dorpsmuur omheen gelegd. Gewoon heel klein, maar het gaat om het idee. En er kan iemand overheen als het goed is. Dus. Spinnen, maar verder niemand. Ja, dit huis, ik weet niet.
Dat ik misschien, dat is meer voor een grap. Ik weet niet of ik dat wel ga laten. Die niet echt mooi is. Ik denk dat ik het weghaal. Ik denk aan het checken. Heb je hier een boerderij? Nou ja, misschien. Adams appelboerderij. We proberen dezelfde letters aan te houden telkens. Makkelijk is dat houden. Nou, dat is Adam. Ah, Adam. Hier komen nog shops. We hebben al ergens shops, maar even zien. Dat komt verder. Dan hebben we hier bedden, zodat het toch nog een beetje een boerderij lijkt. Niet alleen een winkel. Dat gewoon langs kan kopen. Ja. Wat meer? Hier heb je een winkel. Het is mijn hoofd Salvador Steenwinkel. Laten we zien. Daar zul je Salvador hebben als ik ooit door die deur heen kom. What the fuck, gewoon. Die deur heeft nog nooit zo hard gedrukt. Ja, dus zul je hem hebben. Even zien. Je ziet geen shops, maar het zit hier boven. Deze worden verder ook nog gemaakt. Dus we hebben tot nu toe deze twee. Die gaan gewoon telkens automatisch vullen ze gewoon. Dus dat is wel handig, hoef maar niks te doen. We zijn lui namelijk. Ja, automatische deurtjes pleur ik ook wel in. Geen zin dat iedereen. Geen zin om moeite te doen. Ja, een klein akkertje. En dus dinges. Koeien. De appelbomen trouwens van de appelboerderij, dat komt nog. Maar hier heb je een. Hoe heet het? Nou, een beetje een wheat farmpje. Dit is dinges. Dit is ook een balletje. Zoals je ziet. Hij heeft nu geen mic die het doet, dus daarom ja, loopt hij wat rond. Hij doet meestal niet zoveel, hij loopt wat rond. Maar het maakt mij niet uit, ik vind het best. Nou ja, dit is de molen. Even zien. Dit is hier een plaatje. Het valt nog mee, ik heb niet echt lag. Normaal krijg ik meer lag, maar nu niet gelukkig. Ja. Maar laat ik er eens in gaan. Ik was laatst ook een bordje van weggeslagen. Komt weer een beetje roleplay kijken. Ik zal het even voorlezen. De molen van Igamoer is de kostwinner van het dorp. De molen zorgt in de mix met de akkers en de bakker voor de broden. Nou ja, de bakker moet ook nog worden gemaakt trouwens. Het dorp heeft zelf zoveel broden dat ze erin verkopen. In Igamoer staat een bakkerij waar je broden kan kopen. En verder kun je in de molen graan kopen voor als je zelf voor bakker wil spelen. Ja, die shop die komt nog hierin. Zoals je ziet is het dus nog niet klaar. Nou, vliegen. Hier komen nog wat huisjes, ook die bakkerij waarschijnlijk. Misschien een smederij, we willen niet te veel hier hebben. Niet alles hier, zeg maar. Maar hier die dorpsmuur, die is maar tot met hier nog door. En oh, dit is de poort. Oh, er is nu een ding ingegooid, zie ik. Het staat hier. Spawn inkomen, / spawn. Nou, dat slaat dus helemaal nergens op. Want dan kun je er niet uit, maar dat snappen zij niet. Dat maakt mij verder ook niet uit. Dat ga ik zo meteen even aanpassen. Ja. Nee, dat is gewoon het spawndorp. Dat is nog niet af, maar we hebben al een beetje wat meer gemaakt. Nou, ladium. We hebben trouwens, dit is een beetje het vieze deel. Een beetje tussenruimtetje, een beetje, nou ja, moerassen. Een beetje vies. Water, het riool. De rioolbuis gaat lekker lang door. Dus ik weet niet of je het kan zien, maar hij gaat echt tot helemaal het einde van het dorp door. Even zien. Hier heb je een verlaten mijn. Waar ik nog wat moet zeggen trouwens. Vergeet ik te zeggen. Je hebt verborgen kisten in de map. Die zitten overal rond het dorp. Hier niet per se. Dus we maken het niet zo makkelijk. Het is echt wel moeilijk te vinden. Gewoon bij het dorp, eromheen. Niet te ver eromheen. Zitten dingen. En dit is dan de mijn. Of zitten dus van die kisten. En daar zitten diamond, 1 diamond in. En veel gold. Een paar broden. En een paar toortjes. Nou, dit is de mine of enchantment. Hier kun je in als je dus wil enchanten. Dan hoef je zelf geen enchantment table te hebben. Kost alleen wel even moeite. Ik kan er wel eens heen gaan. Ik ga er wel eens helemaal heen lopen. Hier, wat denk ik aan. Zie je, als je hier vak bent, in pleut ernaast, dan kun je daar weer omhoog klimmen. Daar zie je een trap als het goed is. En als je daar erop flikkert, dan pleut je er goed in. Dan moet je er maar in gaan flikkeren. Zo. Beetje donker hier. Ik hoop dat jullie dat kunnen zien. Daarboven is die rails. Dan heb je hier ook nog zo'n ingang. Hier zit nog een deel, een beetje wat licht. Kun je verder niet heen of zo.
je zit geen ruimte meer nergens. Dus ja, dan we door de spinnenwebben. Dit kost even tijd. Dus ben ik zo weer terug als ik beneden ben. Het kost echt even tijd. Tot zo. Oké, daar ben ik weer. Zie, daar viel ik. Nou, het heeft even geduurd. Maar hier zit een trappetje om weer terug te komen. Maar die haal ik weg, want je moet toch niet meer terugkomen. Je komt toch andere manier terug. Zie, daar is de enchantment room. Komt er dus op neer dat je hier helemaal doorheen moet. Om daar te komen. Dus net als ik ga die trap weghalen daar. Komt hem dit. Nou, je hebt hem bereikt. Kun je zo vaak mogen komen als je wil, maar je moet ook weer terug. Dus, nou ja, dat doe je. Komt erop neer dat je dat via spawn moet doen. Ik zet nog wel een bordje neer aan het begin van de mijn dat de enchantment mijn is. Dat je niet je tools vergeet mee te nemen, want het is een beetje triest als je hier eindelijk aankomt. En dat je er voor niks aankomt, zeg maar. Nou, een leuk watervalletje. Hier iets, maar daar kun je niet heen. Het zijn allemaal van die open plekjes waar je niet heen kan. Nou ja, ik kan dus ook niet terug zo. Ik ga even zo. We zien, nou ja, dat bordje moet ik dus nog terughalen. Maar ik denk dat ik voor nu al bijna alles heb laten zien wat we hebben. Ja, nou ja, moet weer laden. Dat denk ik wel. We zien, nou, dit is dus de owner. Nog een boontje. Is Nekleo 1, 2, 3. En ja, wij drieën hosten nu eigenlijk de server gewoon. Ja, daar is hij. Hoi, hoi, hoi. Maar ja, ik denk dat dit het was voor vandaag. Ik kom binnenkort. Ik weet niet wanneer. Ik ga geen datums vertellen, want dan hou ik me waarschijnlijk niet aan. Dus ik kom nog, nou ja, binnenkort gewoon weer met een nieuwe server toe. Dat als we weer een goede update hebben. Nou, tot de volgende keer. Hoi.